32.000 euro. De munten vliegen ons om de oren. Het was een bijzonder indrukwekkende dag voor mij. We hebben die dag een ongelooflijk mooi bedrag al opgehaald en dat heeft uiteindelijk gecumuleerd in een totaalbedrag van meer dan 36 miljoen. Tot nu toe hebben we 8,6 miljoen daarvan besteed. Dat is bijna een kwart van het totaal. En dat is natuurlijk vooral naar noodhulp gegaan. Nou, het grootste gedeelte is direct in voedsel en levensonderhoud gegaan. En daarbij is natuurlijk gezondheidszorg een belangrijk onderdeel daarvan. En dat zijn de ziekenhuizen, die tijdelijke ziekenhuizen die daar neer zijn gezet, zodat er operaties weer uitgevoerd kunnen worden. Daarna natuurlijk water en sanitatie en natuurlijk ook onderdak. I'm very thankful. I know that these relief goods will help us. And you know, for starting over. Ik ben er geweest begin december. Ten eerste wat me opvalt is hoe de hulpverleners daar ongelooflijk hard aan het werk zijn, 7 dagen per week. Maar misschien boven alles nog de weerbaarheid van de Filipino's zelf. Nou, wij zullen in ieder geval ons werk blijven doen tot eind 2015. En dat betekent vooral wederopbouw. Dat betekent dat vissers weer vissersboten hebben. En bijvoorbeeld bij boeren die irrigatiesystemen die allemaal kapot zijn, dat die gerepareerd worden. En dat er huizen gebouwd worden. Papasalamat kami nga na kami na pilihan model din na namun barangay na sunto. Damo nga salamat tayo natanan.